Er was een koninkrijk, hier heel ver vandaan, waar een koning en een koningin woonden samen met hun 8 dochtertjes. 8 echte prinsesjes. Op een mooie lentedag zei de koningin tijdens het ontbijt tegen haar man: "Het is de eerste moslim van Nederland, hè?" Zei de koningin tijdens het ontbijt tegen haar man: "I believe I'm pregnant." De koningin zei altijd alles in het Engels als de prinsesje het niet mocht horen. "I believe I'm pregnant," had de koningin gezegd. De koning had geglimlacht en nog een croissantje gepakt. "Let us hope it's a boy," zei de koning nadat hij het croissantje had opgegeten. Want hoe blij ze allebei ook waren met hun 8 dochtertjes, ze wilden nou zo graag een zoon. Vanaf die dag had de koningin elke avond vlak voor ze ging slapen gebeden: "Lieve God in de hemel, u heeft mijn gebed al 1 keer verhoord. Ik ben uw koningin, verhoor mijn gebed nogmaals en schenk mijn zoon." De koningin bad en voelde het koningskindje in de buik groeien. Kijk, een koningin bevalt natuurlijk niet gewoon. Een koningin die schreeuwt niet, die zweet niet, die perst niet. Nee, een koningin brengt ook niks ter wereld. Dat moet allemaal gehaald worden. En 3 december leek de koningin een mooie dag om een kind te krijgen. Het was koud. De wind waaide guur om het paleis. Het was koud. Spannend, hè? Het was... Ja. En ik weet dat ik er komen, maar ik vind het ook nog veel spannend. Ja, dat is raar. Dat is gewoon gelijk. Het was koud, die 3 december. Maar binnen was het heerlijk warm. Een perfecte dag voor de geboorte van een prins. Dus toen de koningin zei: "Ja, nu?" haalde de dokter het kindje eruit. En omdat de koningin wist dat God haar gebeden had verhoord, wist ze zeker dat ze een zoon had gekregen. "Gefeliciteerd," zei de dokter. "U heeft er een 9e dochtertje bij." "Nee," zei de koningin, "het is toch een jongetje. Ik wilde een jongetje." Een 9e dochter, dat kon niet. De koning werd erbij gehaald en de koningin was alvast begonnen met zachtjes huilen. Na alles wat ze voor God gedaan had, ze wilde alleen een zoon. De koning kwam, keek naar het meisje en begon zo hard te huilen dat alle mensen in het land het konden horen. Nou, hierdoor hield de koningin zich ook niet langer in en die begon samen met die koning zo onbeschaamd en hartverscheurend te huilen. Ja, de hele koninklijke familie was al 7 dagen aan het huilen. En het prinsesje lag in het wiegje te luisteren naar al dat gejammer en gejank. En besloot toen, op het allerlaatste moment, om dan toch maar een jongetje te worden. Het meisje hield de adem in. En perste zo lang tot er ineens, ploep, een piemeltje uitschoot. Het prinsesje was dus na het allerlaatste moment toch nog een prinsje geworden. En toen de koning en koningin na 40 dagen ophielden met huilen en nog even zo in het wiegje keken, zagen zij een prinsje liggen. Hun prinsje. Blijere mensen had niemand ooit gezien. Ze beet op het piemeltje om te kijken of het echt was. Ze trokken eraan om te zien of het echt goed vast zat. Ze hadden er doktoren en wetenschappers bij. En toen echt iedereen had gezegd dat dat echt een piemeltje was, dus een prinsje, toen werd er feest gevierd. Er werd feest gevierd omdat het echt een prinsje was. Maar wel een prinsje met een groot hoofd. Nou, echt een heel groot hoofd. Echt zo, nou, zo bijna een waterhoofd.
Eén dokter had ook zelfs gevraagd of hij echt geen kraantje in het nekje hoefde te plaatsen, zodat het vocht er wat uit kon. Nee, had de koning gezegd, nee, geen kraantjes. Het is een groot hoofd. Maar ja, het zij zo.